Vandaag gaan we een exclusieve blik werpen achter de schermen van het Big Brother 2-huis. Hier op het feestje van Ellen zijn alle Big Brother bewoners aanwezig. En we gaan er nu eens een kijkje in nemen. Je bent nu al een week uit het huis. Hoe bevalt het leven je hier nu? Goed, ik begin het een beetje te beseffen en het begint aangenaam te worden. Het is wel heel druk, maar het is wel plezant, ja. Wat heb je eigenlijk het meeste gemist van de buitenwereld? GSM. Nee, vooral op materieel vlak mijn telefoon, maar familie en vrienden en vooral kennis en zo. Vooral familie, broers. Is het leven nu niet anders dan na Big Brother? Ja, totaal anders. Het is niet meer van opstaan om 8 uur 's avonds naar de bakkerij rijden en gaan werken, dat is gedaan. Dus je bent gestopt met werken of? Nee, voorlopig. Ik zal nu 3 maanden een loopbaanonderbreking nemen. Dus alles wat ik kan van genieten, zal ik ook doen. Maar daarna kom ik terug met de voetjes op de grond en terug gaan werken als bakker. Bevalt het leven je na het huis? Ja, enorm. Veel feesten, veel plezier maken. Je leert enorm veel mensen kennen. Dus ja, alles is super, hè. Was je blij om Detlef terug te zien? Ik was super blij. Ja, ik was heel blij. Want ik had sowieso na mijn exit verwacht dat ik hem pas in december of zo ging terugzien. En hij was eerder thuis dan ik verwacht had. Dus 2 weken na mij. En ik was wel super blij. Hoe zit het nu met je relatie met Irene? Normaal goed. Het is juist toch nog. Ik denk dat dat wel. Dat komt wel in orde. Het is wel een grote afstand ertussen, maar dat lukt wel. Hoe is je leven nu na Big Brother? Vrij hectisch de eerste dagen. Nu met de feestdagen is dat wel wat minder. En dat komt wel goed, hè. En voor de rest, ik kan me zijn mijn eigen. Hè. Maar dat is zelfs lekker dat ik in dat huis. Hè. In dat huis heb ik me eigenlijk zot gaan bezeten. En al dat huis nog even gaan. De winnaar van vorig jaar, die heeft een eigen programma gekregen. Heb jij ambities in de mediawereld? Als ik die krijg aanbevolen, dan wil ik daar heel graag op ingaan. En dan wil ik daar alles voor doen om dat zo goed mogelijk te doen. Ja, wil ik dat zeker doen. Ja. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Voor 5 jaar hoop ik samen te zijn en gelukkig te zijn, ja. Wat dacht je van je foto's in de Playboy? Maar ik heb ze zelf gekozen, dus ik heb zelf mogen beslissen hoe ik mijn foto's wou in de Playboy. Dus ik vind ze wel mooi, ja. Maar in welke streek denk je dat je de populairste bent? Want je bent hier ook in Limburg populair. Ja, ik weet het niet. Ze hebben dat tegen mij gezegd, dat ik het meest verspreide van netwerk had. Maar ik weet dat zelf wel. Ik ben al blij dat ik even dat kom. Maar de meesten zeggen van, oh, je hebt dat goed gedaan of zo. Ik kan geen pinten op mijn kop krijgen, daar ben ik al heel blij van. Heb je nu ook al een pintje gevonden? Nee, ik heb nog geen vriendje. Nee. Ik heb het echt veel te druk. Ik heb heel veel vrienden waar ik heel hard bij ben. Maar dat is vast niet. Wil je vanavond helpen zoeken dan? Nee, dat is niet nodig, want ik heb het veel te druk. Ik kan er eigenlijk niet veel bij zijn. Dus. Oké, dankjewel.